Hallo iedereen, ik ben Jesse. Ik ben Wes. Daar is Plan. De key fragment. Oh ja, dat bestond nog. Wie? Is het zeldzaam? Dat is een trope die iedereen bijna overbakt. Ik heb het gebruikt. Zo, in Storm. Hoe lang ben ik eigenlijk voor de... Was het er toen in deze CPU's te waren? Ze was al veel voordat deze CPU's nee, waren. Dat weet ik wel. Maar, kenden ze deze CPU's en kenden zij hun? Kende Blanc en voor het historie al? In deze dimensie niet. Waarom niet? Ze weten dat ze voor... Was het dan al gelijk al opgesloten? Ze werden waarschijnlijk al opgesloten toen de vier er niet aan het vechten waren. Maar nou heeft Neptune Gay-talk no jutsu gebruikt om ons bij elkaar te halen. En ze heeft ijs gebroken. Dat is waarom kijk wat er met de Basilicum is gebeurd nadat Neptune hier is gekomen. Ja. Dat hele grote stuk ijs die Vert en Plank hadden met elkaar. Ja, het is alleen omdat Neptune een idioot is dat we realiseren van hey, misschien moeten we eens een keer met elkaar praten in plaats van tegen elkaar de hele tijd te vechten. Eh? Wel, Neptune was pas zou net zo dom zijn als hun. Was haar geheugen niet verloren. Wel, als ze in haar normale vorm zou zijn, misschien. Ja, laten we Louis helpen, jongens. Waarom niet? Dat gaat nooit gebeuren in het echte leven. Nintendo gaat sterven op een derde kopie worden. Nintendo, kom op, Nintendo heeft grote CS nu. Ja, wie weet hoe lang dat gaat duren. We hopen dat NX een succes wordt. Nou, de nieuwe Sonic-spel gaat erop komen. Eerder dan Mario. Oh mijn god, nee, Nintendo. Waarom? Geef nog meer reden voor Nintendo-fans om geen NX te kopen. Dan is zo blij dat we haar helpen dat ze begint te huilen. Ik zie geen tranen, zo. Het is nog geen tranen. Ik zie wel tranen, hoor. Tranen zijn er wel. Kijk. Oh ja, ik zie. En ik had het van de stem horen. Weet je, zo gedaan is Blanc blijkt wel een houtbaby, alleen ze laat het niet zien. Ik had vooral zien in Rebirth 3, maar dat kan wel later pas. Ik denk wel dat de soort karakter is die Blanc, gewoon een heel karakter is van Blanc. Ja. Nou, info hebben we nu een medaille gekregen. Oeh. Wat gebeurt er? Volgens mij gewoon een bal tegen de naam aan. Natuurlijk. Ik zit op de derde verdieping. En dus, kijk, sommige mensen kunnen de bal zo erg hoog en hard schoppen. Ik weet maar, dat komt... Kijk hoe hoog laat deze shares zijn. Jezus, is noir. It's a plan to necessary. Oh ja, en Blan is natuurlijk ook een schrijver. Alleen haar schrijfwerk is... Interessant. Ja, interessant. We moeten het zo houden. Waarom zou hij het even verzoeken? Ze heeft honger. En je weet, pudding is de enige eten die ze hebben in het hele wereld. Pudding is de enige belangrijke eten. Serieus. Ja. Brood, wat is dat? Zelfs Blan wil het. Weet je, uiteindelijk zijn alle godinnen gewoon de rol.
niet serieus. Ja. Dat is toch zo'n groot probleem, toch? Dat is goed voor de economie. Nee. Het zijn de avonier die dat gaat ruilen. En ze proberen en het voor het zesde White Horse, weet je nog. Oh shit. Waar zijn de hondoren en hondstaart? Zo vind ik van wat? Waarschijnlijk wel. Ergens diep in internet. No. Even we moeten naar Avenir Store nummer 2 blijkbaar. Zullen we dan ook onze oude, onze loner Noir erbij halen? Helaas, dat gaan we wel proberen. Ik weet niet hoor, Deadpool deed het. Maar dan alweer. Dat is bijna elke hero. Ja, maar Neptune is nog randomer. Ja, zij is... Ja, zij is Deadpool. Zonder sommige ideeën. Ik wist niet dat Kompa en Nep Nederlanders waren. Wat bedoel je? Tatas. Hey, dit is nooit op school geweest. Ja, mensen noemen Nederlands ook weer Tatas. Ah, wie had dat verwacht? Yep. Maar Kurt kan een Nederlander zijn. Ze heeft blond haar. En blauwe ogen. Zij is een stereotypische buitenlander. Ja, dat is ze. Ze mist toch het Engelse of manier van het Amerikaanse manier van praten van oh. Oh, educate. En dus laten we ze educaten. That is justice. Zij is rules. Nee, flat is justice. Inval op de LaStation. Weet je, LaStation's team is best wel leuk. Het is best wel raar dat alleen Rebirth 1 het heeft. Deze team. En elk ander spel is het gewoon dezelfde team bij elk station. Weet ik niet meer. Wat is mijn favoriete LaStation team? Nee. Het klinkt zo vrolijk. Wel, ze probeert het messen van te maken. I guess. Ik denk dat we meer festivals hebben in Planet Toon. Zullen we ook Final Fantasy Gein nog spelen? 2? Wat? Welke Final Fantasy Gein nog spelen? 2? Nee. 4. Dat bedoel ik juist. Buiten dat. Misschien is het blauw aan onze kant. Vraag het Kurt zich af. Nou, ze is dezelfde blauw die je zag lezen, dus. Party poopers. Every party needs a pooper. That's what AFI did you. We hebben dus het liedje al gedaan. En we gaan nog zo vaak dus doen. Dus nou krijgen we het idee om Noir voor hulp te vragen. En even moment dat ze Blanc en Virtue is jaloers. Snap heeft meer vrienden dan Noir. Hoe kan dat? Maar het is wel waar. Anders zou ze niet zo hard reageren. Ik zie dat Neptune een stand user was.
is er een meme-foto daarvan? Volgens mij wel, toch? Ja. Ik ga hem weer sturen. Oh nee, ik ga het wel zelf opzoeken. Jojo nep. Als je erover nadenkt, is het plan ook geen loner? Dat was, origineel het idee dat het plan een loner zou moeten zijn, maar ze dus vonden het met de war grappiger blijkbaar. Dat lijkt logisch. Dus soon. Maar Verts en Blanc lijken ook op loners met dat ze er niet doorheen gegaan. Dan opnieuw eens even Otaku vrienden. Vert. De Blanc. Dus Blanc krijgt ook het idee om een bril op te doen. Dit gaat, jongens! Dit is geen vermomming! Er is letterlijk geen verschil! Blanc, ik zeg, de beste vermomming is om Malun erin te doen. Ga naar huis, Hennis! Ja, de Basilicum gaat ons. Basilicum is nog steeds. Jeez! Avenir. Wat gaan we dat doen? Het lijkt alsof ik het eerder heb gezien. Oh, hebben ze een Keikoku? Ja, dat wordt interessant. Ja, heb je de popcorn bij? Het duurt wel een minuutje. Ik ga naar een hentai, Jesse. Kunnen we deze commentaar laten stoppen? Nee. Kom op. Nee. Dame na mono wa dame da. Dus Van Vert probeert haar Malunen te gebruiken om deze man. Sexy body niet werkt, gebruik de lolly. Ja, dat was het idee. Stop jiggling those. Ja. Wel, het zijn leugen, Jesse. Kijk naar jou. Ik kop, Hennis. Je mag nog gaan, is je zusje niet zo goed daarvoor. Ik kop, Hennis. Ik ga je vermoorden. これ以上言うんじゃねえ!
Oh shit, Blom gaat heel erg te ver dat Jesse. Wat gebeurt er nu weer? Vanaf size rules. Nee, flat is justice. Size rules. Flat is justice. Size rules. Flat is justice. Size rules. Flat is justice. Je houdt van lollies. Jij houdt van fucking sadisten, jij fucking masochist. Nou, ga daar niet tegenin. Oh ja. Het is beter dan een pedofiel zijn. Maar je zijn niet eens... Nou, kijk, dit zijn honderden jaar oud en dus... Zeg ook maar tegen de rechter. Ik heb dik met seks te maken, ja, motherfucker. Het gaat om de kokoro. Het is hard. Zeg dat maar tegen de rechter. Wel ja, als ik tegen de rechter zou zeggen, dan zou hij waarschijnlijk gewoon het fucking... de wet negeren en mij vrij laten, want dat heeft hij toch al gedaan. Ja, dus shit. Ik ben een Nederlander. Kijk. Je bent een witte man. Ja, dan zeg ik gewoon dat ik een moslim ben en dan kan ik gewoon van afkomen. Goed idee. Leuk om dat te horen. Ja, het is wel makkelijk toch? Dat ik het hoort bij mijn geloof, jongens. Jezus. Jezus. Hey, ik bedoel Mohammed, Jezus, Mohammed. Daar is zoveel dingen over dat de ene kant zegt iets, de andere kant zegt iets anders. Zoals altijd. En alles. Dus we gaan nog naar... Oké, dus we moeten naar nummer 2 gaan, maar we gaan naar nummer 3, of 4. Dat? Waarom? Dat waarschijnlijk... we zien het later wel, maar we werden erin geluisterd. Ik hoop Blanc kan de leider zijn nu. Zo, dat is een heel interessant klein dingetje die ze aan haar voet heeft. Ja. En in een normale vorm gebruikt ze een hamer. Sister anime trope alweer. Kleine meisjes gebruiken hamers en bijlen. Ik ben echt vergeten ook. Ja. Nou, dat I'm complaining. Het is mijn favoriete trope. Ik heb een vraagje. Ja? Dat blauwe cirkel die de karakters hebben om doorheen te kunnen lopen, toch? Ja. Wordt dat ook groter? Het kan groter worden als je hun move stats verhoogt. Zo, het is geen speed stats verhoging. Nope, move stats. En dat doe je gewoon door item stats te zetten? Dat of je gebruikt first boost, want dat verboost de move. Ja. Voor een of andere reden verandert hun haarkleur wanneer je een kostuum geeft of zoiets. Oh nee. Godverdomme, Ennis, wat vals alarm. In ieder geval, dan hebben we deze oude man. The fuck? Yep. Strange person. I know, right? Ik kan ze net allebei raken. Ah, Ennis, ik wil ze allebei raken. Ik weet hoe je voelt, Jess. Nou, wat ik ook over Blanc moet zeggen natuurlijk, is dat haar magische aanval hier best wel redelijk is vergeleken met de Victory 2, denk ik. Ik kan het me niet goed herinneren. Maar zij heeft dus meestal ijsmagie. Want het is een ijsland. Maar ze kan ook elektrische witmagie gebruiken bij Guardbreak. Moet het toch over hebben. Ja? Louis is... Nee, no, sorry. Louis is ijs. La Station. Fuck.
Leanboxes wint. Wat, Lastations wint? Nee, Lastations vuur. Lastations vuur. En wat is dan net Planter? Elektriciteit. Als we naar Putia kijken tenminste. Ja, dat zou logisch zijn. Wat is Nepnep dan? Is Neptop Nepnep? Normaal. Ah, ze zijn van die neutrale mensen. Hier is een kans, godverdomme. Want je hebt ook normale magie. In dit spel. In Victory 2 verandert dat. Dan heb je geen magie, heb je alleen maar element aanvallen. En dat is donker, licht. En dan hebben we natuurlijk de normale vuur, ijs, wind of vuur, en elektriciteit. Donker. Ja. Duisternis komt erbij. Normaal wordt normaal magie wordt licht. Aha. Donker. Het is duisternis. Okay, Jezus. Ja, sorry. Het is de gewoonte. Je moeder is een gewoonte. Ja, sorry dat ik me... Maar je leeft ook in je moeders huis. Dit is DSTT. Ik kan zien dat het sterker is, want hij heeft nu bij een andere kleur. Zo. Hoe vaak je hebt dit? Dit is de tweede keer dat je dit spel speelt, toch? Ja? Ja. Hoe lang geleden was de eerste keer? Dat was in oktober. Dit jaar? Nee, 2000. Wauw. Dat was niet zo lang geleden. Maar het voelt wel lang geleden, weet je? I know, right? Ik weet wel, als ik een spel of anime ook leuk vind en dan is het maar één maand voorbij en voel ik al alsof ik het jarenlang heb gezien. Ik weet niet waarom. Herfstvakantie was volgens mij ook in oktober of nou in november. We nadenken. Like, wat het ook mocht zijn. Het was heel snel voorbij ook. Okay. Ondertussen heb ik mijn X-Drive naar 4 gedaan. Nou ja, dat ook nog.